Pakistan. Ja. Maar was dat dan vanuit Spanje zo geregeld? Of waarom deden ze dat eigenlijk? Waarom sloot ze zich niet aan bij de Unie van Utrecht? Omdat die gewesten met name katholiek waren. En ze voelen zich bedreigd door de opkomende protestantisme. Dus de meest zuidelijke gewesten, dat was echt helemaal onderin, zeg maar, die waren nooit echt heel erg gecharmeerd van de opstand. Dus vandaar dat die, zeg maar, als kern zijn bij Philips gebleven. En vanuit daaruit zijn de zuidelijke Nederlanden en toen de oostelijke Nederlanden ook weer veroverd. Ja, dus de Republiek was een heel klein staatje, zeg maar, met Holland en Zeeland met name. Dus vandaar. Nee, dat was omdat hij met Wat de name. reden dat hun niet dat hun katholiek waren en dat juist meer naar het noorden ze protestants waren? Ja, Noorden was toen al veel echt protestantse geworden. En het was echt een reactie, zeg maar, echt een militair verbond tegen de noordelijke Nederlanden. Eigenlijk. En die waren toen aan de winnende hand, hè. Je had, zeg maar, de pacificatie van Gent. En dat ontsloot eigenlijk alle gewesten, zeg maar. En die wilden daarna gaan kijken van, nou, wat gaan we verder doen? En toen was nog wel de gedachte dat ze met Philips verder konden praten. En nou, toen werd alles al zo weer op scherp gesteld door met name radicalen aan de protestantse kant, maar ook aan de katholieke kant. Dat het alles weer verhardde. En vandaar dus dat die zuidelijke Nederlanden begonnen met de Unie van Atrecht. En toen daarna de noordelijke Nederlanden met de Unie van Utrecht. Ja, nou ja, natuurlijk ook Spaanse druk. Want de Spaanse legers waren toen nog steeds gelegerd in. Ja, die moet je wel kennen. Frederik Hendrik en Maurits waren stadhouders na elkaar. Dus toen Maurits doodging, dat was in 1625, toen kwam Frederik Hendrik aan de macht. En dat ging in het begin, ging het heel slecht, maar daarna heeft hij redelijk snel die verovering ingezet. En dus onder andere Kunnen hun 1629 Den halfbroers Bosch. zijn. Maar ze zijn na elkaar zijn ze stadhouder geweest. Maar Frederik Hendrik heeft altijd wel een militaire positie in de Republiek gehad. Dat wel. Verschillende moeders. Die zijn zijn vrouw was van Willem van Oranje, was eerder overleden. Dus toen is die hertrouwd. Wat er twee? Maar je had wel twee stadhouders altijd, hè? Ja, je hebt er altijd twee gehad. Je hebt er altijd eentje van, zeg maar, de directe tak van Willem Waarom van was het Oranje zo gehad. En dan? zeg maar de Friese stadhouders. En die waren altijd stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. Dus eigenlijk heb je zeg. Dus je hebt, zeg maar, altijd voor elk gewest heb je een stadhouder. En toevallig was dat, hè, of toevallig is natuurlijk niet toevallig, maar hè, dat waren dan altijd, was dat, zeg maar, met directe afstammelingen van Willem van Oranje. En de directe afstammelingen van zijn broer, die ook altijd stadhouder zijn geweest. Dus je hebt bijna altijd twee stadhouders gehad. En behalve dan het Hoezo stadhouderloos tijdperk botsten natuurlijk, nooit want met er werd dan elkaar? niemand benoemd. Maar in die periode had je in ieder geval wel altijd twee. Dus met Frederik, Hendrik en Maurits. Nee, het was altijd wel duidelijk wie de baas was, hoor. Dat waren altijd de directe afstammelingen van Willem van Oranje. Dat is altijd de sterke tak geweest. Maar de huidige tak, dat is, zeg maar, die tak van de Friese stadhouders. Die van Willem van Oranje is na Willem III uitgestorven. Even kijken hoor. Wordt op een best. Voorbeeld van decentralisatie. Ja, dat klopt. Vrede van Augsburg is inderdaad een voorbeeld van decentralisatie. Wat? Even kijken hoor. Jeroen, weet jij daar een antwoord op of niet? Toevallig. Je hebt hem kennelijk. Die Hielke had een vraag gesteld. Ik ga eerst even die van Hielke doen hoor. Die zin van centralisatie. Ja, dus in 1555 wordt de Vrede van Augsburg wordt gesloten. Ja, dus worden die religieuze oorlogen in Duitsland wordt er dan geregeld. En dat is inderdaad een voorbeeld van deze decentralisatie, omdat je dan de keizer niet de volledige macht, dat had hij natuurlijk al voor een groot gedeelte niet, maar nu moest hij ook echt toestaan dus dat Elke die staat noordelijke mocht zelf protestantse kiezen wat ze staten deden dan. protestants mochten blijven. Elke En staat mocht dat zelf betekende kiezen gewoon wat in ze feite dat hij zouden daar helemaal niks meer te geloven, zeggen had. toch? Ja, dus die hele centralisatie.
Wat zeg je? Ja. Als de vorst van een land, en dat kon zeg maar van een stadstaat zijn tot, nou ja, Beieren bijvoorbeeld, dan, dan mochten die dus, als die dan protestants of katholiek zijn, dan moesten van bevolking ook protestants. En dan heb ik het echt over Lutheraans en niet over Calvinistisch, want die werden niet in het verdrag opgenomen. Maar dat betekent dus dat die hele, ook de keizer, die oorlog ging onder andere ook over meer macht van de keizer. Nou, dat werd dus eigenlijk compleet af. Teniet gedaan, en dat is dus een vorm van decentralisatie. Als de keizer had gewonnen en had hij bijvoorbeeld het katholiek geloof kunnen opleggen en had hij een bepaalde vorst had kunnen afzetten, dan was dat een vorm van centralisatie geweest. Ja, het is ook een voorbeeld van centralisatie, dat klopt. Maar dat geldt dan meer voor de vorsten zelf, die bijvoorbeeld de vorst van Beieren kon nu helemaal zelf binnen zijn eigen gebied, en dat was echt een machtige prins was dat, die kon binnen zijn eigen gebied helemaal vaststellen wat het geloof was. Dus protestanten werden zeg maar echt, moesten echt het gebied uit. Die mochten geen diensten meer hebben. Dat was echt een katholiek geloof werd dan echt het staatsgodsdienst. En dat betekent dus dat je als vorst weer je gezag verstevigt. En dan zie je ook wat, dat is ook wat Lodewijk de XIV gaat doen als hij het Edict van Nantes intrekt bijvoorbeeld. Er is helemaal geen protestantse macht meer in Frankrijk en dat verstevigt ook weer het staatsgezag. Dus zeg maar op Duits niveau, compleet Duits niveau, is het decentralisatie. Maar voor al die verschillende vorsten is het weer een vorm van centralisatie. Even kijken. Iva had ik een vraag. Ja, er was inderdaad geen stadhouder. Dat betekent dus dat landsverdediging werd verwaarloosd. Ja, want de stadhouder is altijd kapitein-generaal geweest. Hè, dus de aanvoerder van het Staatse leger. En natuurlijk was die er nog wel. Maar de stadhouder Maurits en Frederik Hendrik waren zowel stadhouder als kapitein-generaal. En die ontleenden daar onwijs van macht aan. Nou, de hele functie van stadhouder viel weg. Dat betekent dus dat de kapitein-generaal die aan werd gesteld, veel meer een ambtenaar was, echt in dienst van de Staten-generaal, met name de Staten van Holland. Dus die moesten gewoon naar Johan de Wit en Johan en Cornelis de Wit luisteren. Dus de verdediging werd wel degelijk verwaarloosd, omdat er met name in de vloot werd geïnvesteerd. Ja, dus forten werden verwaarloosd, het leger werd verwaarloosd. En dat heeft wel echt te maken dus dat die balans in de republiek helemaal door was geslagen naar de regenten. En de regenten zijn altijd van handel en de vloot en dat soort dingen geweest. En daarom denk ik ook dat die aanval ook zo succesvol was in het begin. Totdat ze de waterlinie in werking trad. En dat eigenlijk alleen vanuit Holland weer alles werd terugveroverd. En je ziet ook als Willem III aan de macht komt, dat het weer een stuk beter gaat ook met de oorlog. Ja, ben ik naar na kijken. Zijn er nog vragen over Vietnam? Over die akkoorden van Genève. Amerika en Zuid-Vietnam ondertekenen die niet. Waarom deden andere landen dat wel? Ik bedoel, valt het niet heel erg op dat hun het niet ondertekenen en zich dus er misschien niet aan houden en de rest wel? Ja, maar dan tonen die andere landen in ieder geval goede wil. Dus Ho Chi Minh had dan in ieder geval het gelijk aan zijn kant, ondanks dat uiteindelijk niks meer ging betekenen natuurlijk. Maar dat gaf hem in ieder geval wel een bepaald moreel gezag. En hij was er eigenlijk wel van uitgegaan nog dat die verkiezingen wel zouden worden gehouden. Hij was redelijk verrast dat het uiteindelijk niet gebeurde. Dus hij dacht uiteindelijk wel dat die bepalingen wel zouden worden uitgevoerd. Maar ja, goed, dat ze het uiteindelijk niet hebben ondertekend, dat had al natuurlijk een teken aan de wand moeten zijn dat het niet doorging. Even kijken, Johnson en Nixon. Nou, Johnson wilde gewoon binnen zijn deze termijn, want hij stelde zich niet herkiesbaar. En hij wilde zeg maar voor het einde wilde hij zeg maar ook dan die vrede van die oorlog tussen bewerkstelligd hebben. Dat lukte natuurlijk niet. En Nixon die had als echt maar ultieme voorwaarde gesteld in ieder geval
Vrede met eer. En dat, dat Amerika uiteindelijk niet die oorlog ging verliezen. Dat betekent dus dat er eigenlijk vanaf het begin van zijn periode wel troepen werden teruggetrokken, maar dat Amerika geen nederlaag moest lijden. Dus het regime moest uiteindelijk net zo lang overeind worden gehouden. Dat in ieder geval dat de Amerikanen niet meer direct geassocieerd konden worden met die nederlaag. Dus dat als in 75 zeg maar Saigon valt, Dat was toch misschien ook dan zijn de Amerikanen daar met niet. Hè? Dat China zijn alleen in de afgesproken ambassade, ofzo. dat soort dingen, adviseurs, maar dat is dus geen grote troepenmacht meer. Dus Johnson wil het. Wat zeg je? Ja, klopt. Nou, dus de omstandigheden waren er nu ineens ook naar. Dat was onder Johnson nog helemaal niet zo. Dus dat je inderdaad door die pingpong-diplomatie en die toenadering tot China. En de détente met Rusland. Dus dat die mogelijkheden er veel meer waren ook om die vrede te gaan tekenen, inderdaad. En Johnson had dat in die hele Er werd ook internationale zo'n situatie nooit voor elkaar gekregen. internationaal, Was trouwens, dat had het congres ook ja, waarschijnlijk die nooit India, Canada toegestaan. en nog zo'n land, Polen, zaten in zo'n commissie die toezicht moest houden op Vietnam. Maar in Zuid-Vietnam werd zo'n anticommunistische staat opgebouwd door Amerika en zo. Waarom werd daar niks tegen gedaan? Of hadden hun totaal geen macht of zo? Ja, precies. Ja, dat is het, hè. Dus het gaat altijd over right versus might. Dus als er gewoon geen bindend verdrag op zit, of als die organisatie niks bindends kan doen, dan is een supermacht natuurlijk helemaal niet gebonden aan dat soort dingen. Dat zie je nog steeds. Dus als Amerika in wil grijpen in een bepaald land, en het is geen direct belang bij China of Rusland, dan staat ze dat eigenlijk vrij om te doen. En in dit geval zaten de Amerikanen natuurlijk al redelijk stevig. En de koude, als zeg maar daar, als de Russen Heeft daar, dat met name in hele. die tijd, de Russen daar te Wat veel zeg je? ook tegen in waren gegaan, dan was gewoon het risico van de Koude Oorlog aan die kant dus ook weer te groot. Dus het is helemaal. Dus die hele commissie was eigenlijk een beetje Ja? nutteloos. Wat wil je zeggen, Jeroen? Ja, zoals heel veel, bijna altijd, dit soort commissies inderdaad. Ja, het is leuk, het is leuk dat daar op toe werd gezien, maar je ziet toch dat in de praktijk daar niks van terecht kwam. En Oké. gezien de hele containmentpolitiek, had het ook geen verrassing mogen zijn. Heb jij nog vragen, Jori? Of Ruben, trouwens. Ook prima. Of Sophie? Je kunt trouwens als Ja, ben ik niet meer de enige. je webcam en je mic kunnen aan. Er kunnen 6 mensen kunnen mee praten. Ja, maar even nog een Ze domme komen. vraag. Er staat dat Amerika in Ja, eerste precies. instantie een beperkte oorlog wou met alleen conventionele middelen. Wat zijn conventionele middelen dan? Nee, die zijn die. Ja? Alles wat niet nucleair is. Dat is zeg maar van zwaar tot hele zware artillerie. En echt maar napalm en. Dus alles wat gewoon geen atoombom is eigenlijk. En nou, ook natuurlijk biologisch en dat soort troep. Maar dus waar je gewoon een nou ja, tussen aanstekens normale oorlog mee voert. Even kijken. Nee, omdat ze nog helemaal geen groot. Even die vraag van Jury. Goeie vraag trouwens. Frankrijk had nog geen hoogontwikkelde handel. Die wilden ze juist ontwikkelen. Die wilden ze juist ontwikkelen. En dat kon eigenlijk niet omdat ze niet, pro, niet efficiënt genoeg waren ten opzichte van de Nederlanders. Dus ook om een eigen industrie überhaupt op te bouwen was het nodig. En daarna zie je ook redelijk snel dat die. Dat ze de Republiek in ieder geval op heel veel vlakken ineens uit de markt gaan prijzen. En dat ze die Republiek ook internationaal gaan wegdrukken ook. Dus die
Echt, in de eerste helft van de 17e eeuw, dan is het nog redelijk onrustig ook in Frankrijk. En dan is die economie ook nog echt op een lager peil. En dat blijft ook best wel lang zo. Eigenlijk alleen Engeland gaat redelijk snel op. Maar je ziet dat Frankrijk in ieder geval ook wel stappen maakt in dit geval. En dat kan eigenlijk alleen maar, kunnen ze eigenlijk ook alleen maar doen om dat door hun eigen industrie dus te beschermen. Nee, want het is ook met name voor de export bedoeld. Even jouw vraag. Dus sowieso, hè, dus, het werd inderdaad mogelijk om dat sowieso de handelaren in het binnenland dus zich konden ontwikkelen, inderdaad. Maar dat maakte dat daarna hebben ze dus zo'n enorme schaalgrootte kunnen ze bereiken. En hè, met name ook in de ten opzichte van de Republiek, omdat Frankrijk veel groter was. Dus de export van invoerheffingen, hè, van export van de Republiek, dat klopt. Ja, dus het wordt te duur voor de Nederlanders om iets te verkopen in Frankrijk. In eerste instantie dat het om ging over welke manier dat deed of zo. En wat de Engelsen doen en wat de Deze Fransen ook deden, en dat was nog veel schadelijker, is de doorvoerhandel verbieden. En je had die. Stel je voor, maar hij liep net vast. Heb ik wat. Hebben jullie mij nog iets gehoord nog of niet? Even kijken. Die vraag over Ho Chi Minh inderdaad. Ja, dat is redelijk logisch. Dat zou ook een mooie examenvraag kunnen zijn, denk ik. Omdat hij gewoon even in Versailles teleurgesteld raakte door de houding van de Westerse staat. En dan ga je automatisch kijken naar een ander. En naar een partij die je wel kan helpen. En omdat natuurlijk ook het communisme uitgaat van gelijkheid van iedereen. Nou, op papier in ieder geval. De werkelijkheid pakt natuurlijk heel anders uit. En dus het is een ideologische reden, maar ook een hele praktische reden. Omdat hij gewoon nul op het rekest kreeg van in Versailles. Maar hij heeft altijd toenadering gezocht tot Amerikanen. Hij is altijd als eerste naar de Amerikanen toegegaan. En dat zegt ook wel iets over Ho Chi Minh, denk ik. misdaadstelling nog wel. Ja, ik weet niet of hij het nodig had inderdaad om te doen. Waarom werden al die geschiedenisdocenten allemaal generaals en legeren en Oh, dat leidingen en was zo? volgens mij is dat ook een Waarom werden al geschiedenisdocent die op Twitter. geschiedenisdocenten allemaal van die generaals in Denk het ik. leger en zo? Die Jaap was toch ook al zo'n legerleider? Wat zeg je? Wat bedoel je? Oh, die. Oh ja, ik heb geen idee eigenlijk. Nou, belooft nog wat voor de toekomst. Ja, ik weet het niet. In ieder geval, in dit geval, kijk, een van de weinige dingen die je als middenklasse kon doen, was in Vietnam in ieder geval, was docent worden. Ja, want veel anders was er niet, of advocaat, of dat soort beroepen. En het zal, ja goed, ik denk dat hij sowieso, hoe heet het, militaire geschiedenis heeft gestudeerd, of bestudeerd in ieder geval. En dat gaf hem natuurlijk ook een bepaalde voorsprong Oké, ja, ik dacht misschien op zit veel een andere opleiding in geschiedenisdocent, de zit dat er leiding van de automatisch bij. Vietmin. Denk ik. Weet ik eigenlijk ook niet precies. Nee, ik heb zelf ook krijgsgeschiedenis gestudeerd, maar dat is niet, dat zit er niet automatisch bij, nee. Hielke, zeg het eens. Nee, ik wil jullie niet zien. Nee, Hielke heeft geen webcam. Waarom doe je? Jij mag hem ook aanzetten, hoor, trouwens, Jury. Nee, oké. Okay. Ja.
Klopt, maar dat had natuurlijk te maken met het congres. Hij was na de Eerste Wereldoorlog had je echt het isolationisme van de Verenigde Staten. En je ziet ook dat Amerika pas heel laat ook bij die Tweede Wereldoorlog betrokken raakt. Ja, dat past bij die aanval op Pearl Harbor. En dat heeft gewoon te maken omdat het congres er niet aan wilde. Pas daarna wilde het congres zeg maar echt die stap tot natuurlijk, hè, dat ze aan die oorlogsverklaring wilden. Dus de president mag dan wel aan de macht zijn, maar hij is natuurlijk wel met name met qua oorlog gebonden aan het congres. En dat is dan wel weer interessant, hè? Dus dat ze dat ze eigenlijk dan die hele volmacht wel uiteindelijk aan Johnson geven. En dat het dus helemaal uit de hand loopt. En dat het congres dus onder Nixon, die War Powers Act, al die macht weer naar zich toe trekt. En nu onder Bush is het eigenlijk weer misgegaan. Die heeft eigenlijk, en trouwens bij Obama ook af en toe, dat de president dus weer te veel macht naar zich toe heeft getrokken. En dus dat ze te makkelijk oorlog kunnen verklaren. Maar het heeft te maken met het congres. Nee, de Amerikanen hebben uiteindelijk geen luchtsteun gegeven. Ze hebben natuurlijk wel 80% van die oorlog betaald. Maar bij Jem en Vu was wel redelijk duidelijk dat dat een afgelopen zaak was. En er is een voorstel geweest nog om een atoombom te gooien op Jem en Vu. En dat hebben ze uiteindelijk niet gelukkig niet gedaan. Dat is ook eigenlijk nooit echt serieus genomen. En ik denk ook toen speelde ook al de Koude Oorlog mee. En China had ook wel te kennen gegeven dat dat niet op prijs werd gesteld. En dus dan zie je al die hele zeg maar, werking, dat hele Ja, maar mechanisme hoe van de komt het Koude dat het Oorlog. Hè, waardoor TED-offensief ze op uiteindelijk de alleen maar Zuid-Vietnam Amerikaanse konden vechten. regering het Als effect de had dat oorlog ze echt terug in wouden Noord-Amerika ook trekken, uitbreekt, terwijl dat het toen toen wel juist heel gevolgd. veel van de Vietcong gesneuveld is? In het boek staat dat dat een directe confrontatie was en dat de Vietcong veel manschappen verloor toen. Ja, maar dat was niet duidelijk nog. En dan had je nog steeds, zeg maar, en wat er daarna gebeurde, is dat het Noord-Vietnamese leger eigenlijk de oorlog overnam. Ook zeg maar in Zuid-Vietnam zelf. Ja, die waren natuurlijk altijd al aan de macht, maar er trokken nu ook veel meer, zeg maar, Noord-Vietnamese divisies Zuid-Vietnam binnen. En die oorlog was dus niet ten einde. En die zou ook niet eindigen. En die conclusie trokken de Amerikanen nu ook. Die ze eigenlijk al veel eerder hadden moeten trekken. Hè, voor de Vietnamezen was het een vrijheidsstrijd. En dat werd nu wel duidelijk. En voor het Amerikaans publiek, hè, dus dat die Walter Cronkite daar ook heen gaat en zegt van het is nu voorbij. Hè, wat we hier doen is compleet nutteloos. Dus dat was wel een militaire overwinning. Maar ja, hoeveel van dit soort overwinningen. Hoeveel Amerikaanse jongens moeten er nog sneuvelen om die oorlog te gaan winnen? En nog heel veel Amerikaanse jongens. En wat is het dan waard? Want op een gegeven moment wordt ook wel duidelijk dat die hele domino-theorie niet meer. Dat het eigenlijk niks meer waard was. Of als het überhaupt wel wat waard was geweest. En wat was de waarde van Vietnam? En die werd gewoon steeds minder. En dus precies wat voor de Vietnamezen was dit, ondanks dat het een gigantisch bloedbad was dit een win-win situatie. Ook al zouden ze het verliezen, dan is het een politieke overwinning, een media-overwinning. En als ze hem zouden winnen, dan was het een soort van tweede Diem Bien Phu geweest. Maar ja, het Tet-offensief was ook niet te winnen voor de Vietnamezen, denk ik zelf. Ik niet. Nog meer, jongens? Behalve chat. Bouw, had jij nog een vraag? Esma? Ja, nee, het is goed dat je er bent. Sophie?
Ik weet niet of die er nog in zit. Iets over de reactie van. Wat bedoel je daar precies? Hey? Het Rolling Thunder. Ja, ik heb misschien nog even een vraag. Hoe komt het dat China zoveel steun kon geven aan Noord-Vietnam? Met al die arbeiders, alle wapens en zo. Want hun waren ook communistisch. En dan gebaseerd op de landbouw en zo. Maar dat levert toch geen ruk op? Hoe kunnen hun überhaupt zelf al ja, draaien en zo? Laat staan Noord-Vietnam draaien nou. Nou, het is een gigantisch groot land, een gigantisch groot leger ook. Dus, hè, en Mao was ook best bereid om zijn eigen bevolking te laten creperen. En dat gebeurde ook al in die tijd. Ze waren ook bezig met de industrialisering, die was best wel succesvol ook in de jaren 50. Heel succesvol. En dat gaf ze ook wel wat ademruimte om dan ook, zeg maar, Noord-Vietnam meer te gaan steunen ook. Ja, weet je, als het moet, wilde hij best wel miljoenen van zijn eigen landgenoten laten creperen om dan energie te steken in een militair-industrieel complex van China. Dat maakte hem allemaal niks uit. Ja, nee, goed, hij is ook, hij heeft ook miljoenen doden op zijn geweten ook. Dus, ja, wapens kwamen inderdaad vooral uit de Sovjet-Unie, maar ook wel degelijk ook uit China. En dat zie je ook, hè, want in die tijd begint ook al de eerste breuk met eind jaren 50 met de Sovjet-Unie op te treden. Hè, Maar dan lopen ze daarna, echt uit na elkaar, met name Khrushchev of als zo, Khrushchev komt aan de weer macht iemand anders komt, aan dan de gaat het macht. Wie helemaal was mis dat? tussen Rusland en China. Ja, want hij was En weer dan staat minder China ook van echt die wel echt op eigen been, hoor. coexistentie, of hoe En ze dat hebben ook zegt. Brezhnev. En onder hem begon de. Nou, in het begin wel inderdaad, maar uiteindelijk zie je wel dat onder hem wel de détente ook op gaat treden, zeg maar. Ja, dus zeg maar begin jaren 70 tot en met ongeveer 1979. Dan is er ook, zeg maar, een periode van dooi in de Koude Oorlog. Dus zowel met China als met Rusland. En trouwens, moet je ook niet vergeten, dus die wapens kwamen uit de Sovjet-Unie, maar je moet niet vergeten dat China wel die oorlog in Korea heeft gevochten, hè, 3 jaar lang tegen de Amerikanen. En dat is een gigantisch grote oorlog geweest ook. Ondanks dat de Amerikanen natuurlijk, of de Chinezen met name steunden op een manschappenoverwicht, konden ze wel degelijk ook heel veel zware wapens inzetten. Dus het was niet dat het Rode Leger was natuurlijk extreem Hoezo ervaren. Ze verliep hadden net ook die Korea anders dan burgeroorlog Vietnam? gewonnen. En ze hebben die Korea-oorlog gevochten. Dus China is echt niet een tegenstander die je moet onderschatten. En ze hadden ook atoomwapens op een gegeven moment. Dus wat dat betreft was China. Nou ja, dat heeft te maken met de aard van de oorlog. Het zijn twee buitenlandse staten eigenlijk die met name die oorlog hebben gevoerd. Het is eigenlijk een Chinees-Amerikaanse oorlog geweest. En dat betekent dus per definitie dat je niet een guerrilla-oorlog gaat voeren, maar dat was ook niet de tactiek van de Niet Chinezen echt ook. gewoon de Amerika, of Uiteindelijk niet? is de Koreaoorlog een soort van Eerste Wereldoorlog geweest, hè, met loopgraven en dat noem je dan een War of Attrition. Dat is echt een uitputtingsslag was dat. Nou, nee, die is nog steeds aan de gang, toch? Dus, er is alleen een wapenstilstand getekend. Dus officieel zijn ze nog in oorlog met elkaar. En er is een soort van balans, hè, gewoon een soort van waar de oorlog toen begonnen is, zeg maar, Noord-Korea en Zuid-Korea, die zijn ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. En die balans toen die na de Tweede Wereldoorlog ontstond, dat is ook, zeg maar, een beetje de eindlijn geweest ook van de Koreaoorlog weer. En Korea is inderdaad volgens mij ook al 2 keer ook op de, of 3 keer ook op het examen teruggekomen. Dat is niet iets wat de Oh, HAVO moet dat wist weten, ik maar net wat niet. jullie wel moeten weten. Dus dat is voor jou, Shoare. Jullie hoeven de Koreaoorlog niet te kennen.
Nou, wat ik net schetste, een beetje het verloop. Het is, en wat de invloed daarop was. Kijk, wat ik net zei van al die jaartallen rond de eind jaren 40, begin jaren 50. Dat China communistisch werd, Rusland de bom krijgt, Koreaoorlog, het verloop daarvan. En dan tegelijkertijd vlak erop heb je dus JMMV, akkoorden van Genève. Dus die context moet je allemaal kennen. Nee, de politionele acties was in Indonesië, Juri. Het is niet de Koude Oorlog. Of niet de Koreaoorlog. De invloed van de drukpers was heel groot. Al die cartoons. We hebben al wat cartoons. Die je ook in de, uit de Reformatie hebt. Dat was echt de eerste grote propagandaoorlog. En je ziet ook dat er enorm veel geschriften ook. Worden uitgegeven om zeg maar aan de ene kant meer radicale protestanten en ook aan de andere kant ook katholieken. Dus dat heeft een enorme grote rol gespeeld ook om de bevolking te informeren, op te raaien, noem maar op. Dat zou ook wel eens met aan de hand van een bron zou dat wel eens ook zoiets van een examenvraag of een toetsvraag kunnen zijn ook. Nee, Zwingli hoef je niet te weten. Calvijn en Luther wel. Dus die vergeet die ook alsjeblieft nu. Anders wordt het alleen maar verwarrend. Ja, dus het grote verschil met name in Luther en Calvijn zit hem in de predestinatie. Ja, dus dat alles een beetje vaststaat, zeg maar. En dat het Calvinisme ook wel degelijk veel meer een egalitaire. Vorm van religie is en dat het Lutheranisme nog veel meer zeg maar dingen van de katholieke kerk aanhoudt, zoals bijvoorbeeld bisschoppen en veel meer hiërarchie. En de organisatie van een Calvinistische kerk is veel meer egalitair. Dat is ook veel meer inspraak van de gelovigen. Ja, maar weet je nog een programma waarmee je tijd lijkt te maken? Dat is een goede Jury, maar uiteindelijk werd het geen. Uiteindelijk is het wel en met name ook al, dit is in het begin van de oorlog, is het gewoon wel echt een oorlog geworden van de Koreaoorlog. Hoe ze zich richten op de macht van de staat. Ja, klopt. Calvijn was daar inderdaad, was daar veel radicaler in. En Luther predikte echt inderdaad, dus dat je echt je moest onderwerpen aan het gezag van de staat. En daar plaatste Calvijn veel meer kanttekeningen bij. Klopt. Ja, En of je vandaar een dat is ook wel programma een van weet de waarmee je redenen een tijdlijn kan waarom maken. dat Of is dat ook je weer van dat invloed weet. geweest op het ontstaan van de opstand. Jeroen, had je nog een vraag? Ja, ik doe het zelf via Prezi of iets Ja, alleen dergelijks. Ik daar vind heel vaak mensen. die tijdlijnprogramma's zoals Time Toast en Time Rhyme. Ja, en ESMA is suggestie is het beste, papier. Nou ja, dan moet je ook samen, het is ook handig om het samen sowieso met iemand te doen hoor, niet alleen in je eentje. Maar je krijgt heel moeilijk een overzicht als je het op zo'n elektronische doet, vind ik zelf. Met name als je zoveel feiten hebt en dergelijke, dan ben je op een gegeven moment de weg kwijt. En het is ook veel makkelijker om op papier voor Prezi, zeg maar, zo'n balkje weer te geven. Toen was het de Dertigjarige Oorlog. En daar dan boven kan je dan allemaal gebeurtenissen zetten en zo. Wat ik ook op die Prezi heb gedaan. Ja, dus wat vorig jaar veel gebeurde, was dat, heel veel, wat, dat het veel in een. Dat die tijdlijnen en zoveel in de groepjes werden gemaakt en zo. Dan heb je echt alles te pakken, hè. Dan heb je zeg maar inhoudelijk, je hebt textueel, je zet in de context van de tijdlijn. En je bent met elkaar aan het overleggen en uitleggen. Dus dan worden echt alle manieren waarop je kan leren, wordt zeg maar gestimuleerd. Dat is een extreem efficiënte manier van leren, inderdaad. Ja, en het wordt weer lekker weer, dus dat is wel helemaal goed. Even kijken, Iva.
Nou, dat hing die vraag van Iva over, zeg maar, dat, na, bij dat 12-jarig bestand, zeg maar, de remonstrantie. De remonstranten waren in Holland heel sterk en in de contra-remonstranten waren eigenlijk in de andere gewesten heel erg sterk. En je ziet ook dat Maurits daar dan ook zijn macht aan ontleent. En met name ook in de Hollandse steden waren ze heel sterk. In de overige gebieden ook wat minder. Dus in dat geval zeg maar, waren de remonstranten, zeg maar, de meer liberale vorm van het Calvinisme, was echt niet een of andere hele grote meerderheid of zo. Ja, maar dat is een goede vraag, Max. Maar dat de kerk wordt opgericht. Dat was dus onder Hendrik de Achtste. Met name ook om persoonlijke redenen. Omdat hij gewoon wilde scheiden. Hij wilde af van Catharina van Aragon. En hij wilde gewoon trouwen met Anne Boleyn. Maar dat betekent niet dat zijn kinderen. Engeland was toen echt nog voor een groot gedeelte nog katholiek. En zijn dochter dus ook. En ook veel van degenen die erna kwamen, werden ook beïnvloed door het katholicisme. Dus het was gewoon nog echt een machtsstrijd tussen die twee geloven. En pas aan het eind van de regering van Elisabeth was Engeland echt een protestants land. Dat het katholicisme geen grote invloed meer had. Ja, klopt. Wat Esma zegt inderdaad, hij hield altijd een beetje alle kaarten een beetje op zijn borst, dat hij gewoon niet duidelijk maakte wat hij precies wilde. En had met name ook te maken met in de tijd voor de opstand. De Franse koning die ging harder optreden tegen de protestanten. En Alva was daar toen, samen met Willem van Oranje, is heel frappant, als jonge man. En om te overleggen. En toen daar zei hij dus niks van. En met heel veel van die maatregelen tegen de protestanten trad hij dus niet op. Terwijl men wel wist dat hij protestants was en ook heel veel sympathie had voor de protestantse zaak. Dus vandaar dus dat hij ook Willem de Zwijger werd genoemd. Nou, als het terugkomt, dan zal het echt wat meer, toch meer in de. Zo'n vraag, waarom werd hij Willem de Zwijger genoemd? Dat heb je bijna nooit op je examen. Zo'n letterlijk directe vraag. Dat is zo'n leervraag, maar hij wordt dan wel vaak in een context of zo gezet. Dat wel. En het is zo handig om te weten, want dan kan je de vraag ook beter en waarschijnlijk ook sneller beantwoorden ook. Ja, dat is inderdaad jammer. Maar daar heb je dus die volgordevragen weer voor. Dat zijn echte leervragen. Situatie. Verder nog? Of is het alweer bedtijd? Alleen S maar leven. Nou ja, meer in het algemeen. Volgens mij. Even kijken hoor. Ja, precies. Waarom is Frederik en ik. Frederik Hendrik was niet katholiek. Alle stadhouders waren altijd protestants. Dat was ook al mogelijk geweest als een katholiek in de Republiek aan de macht was geweest. Dus welke Frederik Hendrik bedoel je? Nee, die was protestants. Ja, want het mocht niet eens, want zeg maar de godsdienst van de contra-remonstranten, dat is dus ook de publieke kerk geworden. Hè. De staatsgodsdienst werd heel moeilijk, dus je mocht nog wel zeg maar de remonstrantse dienst mocht er wel worden in het geheim worden gedaan, net zoals katholieke diensten in het geheim werden toegestaan. Maar het publieke kerk betekent dat je van de contra-remonstrantse stroom moest zijn, wilde je überhaupt toegang hebben tot een ambt.
En nou, dat geldt natuurlijk helemaal voor het hoogste ambt van de Republiek. En dat is dan de stadhouder van Holland en Zeeland. Hij was, het enige wat hem wel meer apart maakte, was dat hij zich als een vorst ging gedragen. Ja, dus dat hij alle paleizen die wij hier in Nederland hebben gehad, het grootste gedeelte hebben aan hem te danken. Omdat hij zich wilde meten met en ook kon meten met de grote vorsten van Europa. Kan je toch ergens op bezoek of zo? Ja, klopt. Ik ook. Ja, klopt. Dat huwelijk inderdaad. Dat was ook een grote gebeurtenis in Europa, zeg maar. En dus dat überhaupt ook kon, werd toegestaan, was ook een soort van erkenning van de macht van de Republiek. Ja, want je laat alleen machtige vorsten laten alleen hun kinderen trouwen met als ze er ook iets mee te winnen hebben ook. En soms is er dan ook wel echt een liefde in het spel, zoals bij Willem III bijvoorbeeld. Die was hield enorm veel van zijn vrouw en soms was het ook gewoon echt een verstandshuwelijk. Nou, het is een van de. Noem het nog, nou nog even één vraag, of anders helemaal niet meer. Maar de bloedraad was natuurlijk een van de oorzaken dat het helemaal uit de hand liep, hè? Dus je had zeg maar al die langlopende oorzaken al daarvoor. Ja, dus de inquisitie, daar is zeg maar de bloedraad een extreme vorm van. En de centralisatie, belastingheffing, dat soort dingen allemaal. En de bloedraad zette gewoon alles nog veel meer op scherp. Hè? Dus alle gematigden die nog eventueel en die zeker nog wel wat met Philips te maken wilden hebben, die werden zo eigenlijk in elkaars handen, hè? Zowel katholieken eigenlijk als protestantse gematigden, werden in de handen van elkaar gedreven en werden eigenlijk wel gedwongen dus om in opstand te komen. En dat ook Egmond en Hoorn, die twee stadhouders werden onthoofd, dat was ook een enorme schok. Hè? Dus als die zelfs onthoofd konden worden, terwijl ze trouw waren aan Philips II. Dat is ook even die maatregelen geweest van die bloedraad. Dat is eigenlijk Maar een van de werden de grote redenen stadhouders geweest waarom het dus geëxecuteerd? weer in Of gewoon ter 68 redenen? weer helemaal misging. En waarom er dus ook enorme grote steun bestond ook voor de opstand. Twee stadhouders werden geëxecuteerd. Hè? Dus je had zeg maar onder de tijd van de Habsburgers, dus onder de tijd van Karel de Vijfde en Philips II, was er wel in elk gewest een andere stadhouder. En Willem van Oranje was dus wel was gewoon hè, stadhouder van Holland. En je had ook Egmond en Hoorn, dat waren dan ook twee belangrijke edelmannen, maar ook die waren ook tegelijkertijd stadhouders. Ja, die bestuurden een gewest. In plaats van de koning, of in plaats van de landvoogd, landvoogdes. En dat is gewoon een ambtelijke functie. En die is overgenomen door de Republiek. Dus dat is continuïteit. Ja, dat is een typische examenvraag, dat je dat moet benoemen. Nee, die werd niet vermoord. Nee, want Hendrik werd uiteindelijk wel. Hendrik van Navarra werd natuurlijk uiteindelijk wel Hendrik de Vierde. En hij was katholiek, hè? Dat had die zijn vrouw was wel katholiek. Ja, vandaar dat het handig is om een tijdlijn te maken. Misschien dat je ook iets van een plaatje erbij kan zetten. Dat ik wil ook nog wel eens. Ja, veel Karels, ja, hè? Twee Jacobus ook, of James, mag je mij ook noemen hoor. Dat wordt ook wel goed gerekend, als dat makkelijker is. Of Charles. Charles de First en Charles II. Hey jongens, het is 9 uur geweest. Ik hou er ook mee op. Als je nog vragen hebt, dan. Joe, graag gedaan. Als je nog vragen hebt, dan kan het nog via Twitter. Morgen ben ik nog om 2 uur. Ja, nou, graag gedaan, jongens.
Via Twitter kan nog en morgen om 2 uur heb ik ook nog wel eventjes tijd. Als je me dan nog even opzoekt. Ik heb veel overleg, vergaderingen, dat soort dingen morgen. Maar dan kan het wel eventjes. En ik geloof dat ik zeg maar na 2:30 ben ik ook gewoon. Ja, moeten we allemaal dingen maken en zo. En maar kan je me altijd wel even storen voor een vraagje. Yes, hey jongens, veel succes. En leer ze nog. En ik zie jullie morgen op school. Doei! Ja.